Eigenlijk praat niemand er echt over, toch? Nou ja, ik vind geld fantastisch. Maar het is nu nog een hele experimentele markt. Vrijheid. Ja. Dus niet geld. Tuurlijk hoort daar een stukje financiële onafhankelijkheid bij. Hoe groot ben jij zakelijk? Zeg maar, wat doe jij in omzet? Of ben je ook zo'n influencer die daar niet over praat? Nou ja, niet per se een influencer die er niet over praat. Maar ik vind... Eigenlijk praat niemand er echt over, toch? Praat jij erover? Ja. Ja? Ja. Maar gewoon, ja, maar het, je kan ook niet zo makkelijk zeggen van je verdient dit of zo. Ik draai 500.000 omzet ongeveer. Ja? Ja, jij? Ik 4 miljoen of zo, denk ik. 4 miljoen omzet? Nee. Dat kan toch? Nee, was maar een feest. Maar een paar ton. Nee, ik denk het. Nee, minder wel. Nee, maar kijk, ik weet het ook eigenlijk niet zo goed. Nee? En het is ook heel moeilijk om inderdaad te zeggen, je verdient dit, omdat het heel verschillend is. Maar hoe is het moeilijk om te zeggen, ben ik ondernemer? Nou ja, omdat ik pas een jaar, anderhalf jaar echt geld ben gaan verdienen. Maar hoe werkt dat? Stuur jij zelf factuurtjes of gaat het allemaal via het management? Allemaal via het management. En krijg jij dan een fee van het management? Of hoe werkt dat dan? Ja, dus jij stuurt gewoon je factuur naar management stuurt eigenlijk facturen naar alle partijen waarvoor je werkt. Ja? En jij stuurt jouw factuur naar het management? Ja, gewoon 1 keer per maand. Dus okay. Dan weet je ongeveer een beetje wat je verdient. Maar het is zo afhankelijk. Ik heb ook dat interview gezien natuurlijk met Kel. Dat je ook aan Kel vroeg van, wat verdien je nou eigenlijk? Al fijn voor de kijker. Ja, voor de kijker kan fijn, ja. Maar het is zo niet te benoemen wat je nou verdient. Of wat het verdienmodel is. Het zijn zo verschillende dingen. Wat zijn, noemen ze een aantal dingen waar hoe jij je geld verdient? Nou, je verdient geld dat je gewoon eigenlijk je dagfee krijgt als je voor een kanaal werkt. Ja, voor zo'n concentrate bijvoorbeeld. Ja, voor een concentrate. Geen dagfee. Ja, oh ja, okay. Een dagfee. Ik wil niet vragen hoeveel dat is. Nee. Ik denk dat er op YouTube nog wel veel ruimte is voor iets meer grotere, inhoudelijkere documentaire series. Omdat ik juist heel veel entertainment doe, denk ik dat er nog best wel gat is om juist bijvoorbeeld heel erg in subculturen te duiken. Of eigenlijk een beetje. Ik was laatst een beetje geïnspireerd door. Je hebt natuurlijk Trippers op BNN. Zoiets is er eigenlijk nog niet echt op YouTube. Dus dat zou ik eigenlijk dan graag op mijn eigen kanaal willen maken. Ik denk dat televisie altijd wel iets magisch heeft. Gewoon, het is gewoon groter, grotere teams. Dat soort dingen zijn, denk ik, meer mogelijkheden. Ja. Maar het is voor mij niet meer zoals ik eerst dacht. Oh, dat mensen zeggen ook altijd, maar wil je dan straks naar de televisie? Ja. En dan denk ik altijd bij mezelf... Gast, weet je hoeveel mensen er kijken? Ja, we pakken meer views volgens mij. Ja. Ik heb sowieso 1 hele goede creatieve producent. Dus dat is iemand die echt gewoon, als ik zeg, ik wil miljonair worden binnen 24 uur... en ik denk dat ik dat van iemand moet gaan lenen. Dan dat gaat hij dan uitzoeken of hoe dat dan kan, weet je wel. Dus maar dan heel erg vanuit creatief oogpunt. 2 mensen productie, dus die gewoon ontzorgen. Ja. Die gewoon als er een kameel geregeld moet worden, dat die er ook is. Weet je wel, en dat het niet te duur is. En gewoon mijn management zijn 2 koppen die het heel erg breed. Dus die doen zowel Calvijn content, maar als ik een boek uitbreng, dan zijn ze er ook bij betrokken. Eigenlijk bij alles wat Calvijn breed is. Het is echt een merkje, Calvijn. Dus dat vraagt best wel veel tijd. Hoe verdien je nu geld? Met name, waar zitten je als even ondernemers technisch? Waar zitten de inkomsten? Waar komen die allemaal vandaan? Voornamelijk adverteerders. Ja. Dat is het grootste stuk. Ja, en doet YouTube dat dan of doe je dat zelf? Ja, YouTube doet dat een stukje, maar dat is niet heel boeiend. Nee. Want Google pakt natuurlijk gewoon het meeste. Dat, ja. Zo slim zijn ze wel. Ja. Ik heb wel gewoon mijn vaste prijzen. Dus als iemand zegt, ik wil een video op je kanaal, dan heb ik gewoon een prijs. Zeg, kan ik een video op jouw kanaal? Dat kan. Maar wat dan? Maak het concreet. Wat kan ik dan op jouw kanaal doen? Als jij een sjaalbedrijf hebt. Ja, ik heb een sjaal. Wil je een sjaal verkopen? Ja. Nou, dan wil ik graag weten wat je wil. Wil je dat allemaal mensen een sjaal gaan kopen? Ja, zoveel mogelijk. Oké, nou, dan bedenk ik iets waar ik die sjaal bij zo goed mogelijk naar voren kan laten komen. Ja, zo hoe en dat moet wel, dan gewoon. Ja, maar het moet wel tof zijn. Maar dan verzin jij een one-off videootje. Dat hoeft niet eens te zien. Dan verzin je gewoon 1 video. Dat kan, ja. De heet dan liever maak ik series of programma's. Ja, dat is langduriger. Maar als je zegt, joh, ik wil je echt goed voor betalen. Zeg ik, nou, is die sjaal, zijn het geen kinderhandjes in ergens? Je checkt wel het een en ander. Wel even dat een beetje achterhalen. Maar als het allemaal goed uitziet, dan ga ik jouw sjaal gewoon dragen. Hey, maar verdien jij dan op dat filmpje? Of zeg jij van, nou, weet je wat, we zetten er een buttentje onder... en alle kliks op die button, daar tik je mij op af. Dat je op conversie gewoon... Dat kan, maar ik doe altijd sowieso een bedrag. Maar wat kost dat dan? Ja, ik ga het dan niet zeggen. Jawel, man, dat vind ik super boeiend. Ja, maar dat ga ik niet zeggen. Nee? Ja, dat kun je 100 keer vragen. Maar... Kan je niet zeggen? Nou ja, ik vind geld fantastisch, maar... Het is natuurlijk wel, laat ik het zo zeggen, het is nu nog een hele experimentele markt. Want de een vraagt dit, de ander vraagt zoiets. En daarom wil je het ook niet zeggen. Er is niet echt een soort status quo of iets. Mm. Het is niet dat makkelijk. Over 10 jaar is dat er wel, weet ik 100% zeker. Ja. Maar nu is het gewoon, het is ook heel afhankelijk van de situatie. Mijn belangrijkste motivatie om te ondernemen was vrijheid. Ja. Dus niet geld. Tuurlijk hoort daar een stukje financiële onafhankelijkheid bij. Maar het voornaamste was van, ik wil gewoon altijd goed in shape zijn. Dus ik wil gewoon lekker trainen
En als ik die keuze maak om elke dag te trainen, dan moet ik ook zorgen dat ik mijn geld verdien door elke dag te trainen. Ja. En dat doe je inderdaad gewoon door te proberen. Dus we hebben een samenstelling gemaakt, opgestuurd naar de fabrikant. Dat krijgen we binnen, zonder smaak overigens. Dus dat, ja, dat neem je dan. En dan moet je eventjes je neus dichten. Want even van schreeuwen. Het is, ja, even goed schreeuwen. En dan ga je, proeven, ga je kijken of het werkt. En zo ontstaat zo'n product. Dus door inderdaad, ja, eigenlijk gewoon in een soort lapje ga je dat dan bij elkaar voegen. En dan drink je dat gewoon lekker op. En dan ga je kijken of het werkt. En heb ik ook echt allemaal zelf getest. Dus het is echt ontstaan uit mijn eigen behoeften. Neukenjanee.nl. Wat was dat? Ik denk dat je daarop doelde, of niet? Ja, dat dacht ik al. Nee, ik studeerde aan de HES. En je had natuurlijk al dating apps. Allemaal heel serieus en uiteindelijk draaide het gewoon op neuken, ja of nee. Ja. Dus ik had het concept van Tinder, voordat Tinder er überhaupt was. Ik ben toen verder gaan ondernemen en eigenlijk is zo het hele Clean Nutrition ontstaan. Ja. Dus het valt wel allemaal samen. Dat is wel mooi om erop terug te kijken dat het echt allemaal gebeurd is met bepaalde redenen.